Welkom bij Stolk in Balkbrug. De afgelopen periode hebben wij veel auto's gehad waarvan de klant klaagde dat de auto slecht remde, trok of sponsig remde. Zo ook deze auto. De klant klaagde dat deze auto sponsig remde en de afgelopen periode heeft hij meerdere malen het remsysteem laten ontluchten om te kijken of dit het probleem kon verhelpen. Maar helaas was dat niet het geval. De remslangen die zagen er vrij nieuw uit. Die zijn waarschijnlijk 1 jaar of 10 geleden vervangen. Op het moment dat wij aan het remsysteem gaan werken, dan doen we er toch nieuwe slangen op. Deze slangen die kunnen namelijk intern problemen geven. Die kunnen verstopt gaan bijvoorbeeld, of de rubberlaag aan de binnenzijde die kan wat loslaten, waardoor er bij 1 slang minder goed remvloeistof erheen kan gaan. Ik heb het nu met een ijzerdraadje geprobeerd. Deze remslangen zijn van binnen nog goed. Dus daar zat in ieder geval geen probleem. Een ander probleem waar dit uit voort kan komen is het hoofdremcilinder. Het hoofdremcilinder is een van de onderdelen wat vaak vergeten wordt om te vervangen. In dit geval vermoed ik dat het grotendeels uit de remklauwen vandaan komt. Bij de remklauwen zaten meerdere zuigers vast. We kunnen hier ook zien dat de sporen van roest op de zuigers zitten. We moeten even kijken of we die zuigers nog kunnen hergebruiken. Deze zullen nu gereinigd worden in ultrasoon. En daar waar nodig worden ze vervangen. Maar ik denk dat het probleem grotendeels wegkomt uit de extreem vervuilde remvloeistof. Zo ziet u ook dat de remvloeistof die erin zit, ondanks dat hij wel ververst zou moeten zijn dat hij meerdere malen ontlucht is, extreem vervuild is. Ik heb dit nu met een remvloeistoftester getest. Het vochtaandeel is niet hoog. Iets anders wat ons was opgevallen. Een van de dichtringen van de remklauwen die begon te lekken. Dat is eigenlijk ook de grootste reden geweest waarom we de remklauwen uit elkaar hebben gehaald. Hier zit een rubber dichtring in die de twee remhelften afdicht. Ander fenomeen wat het zou kunnen verklaren is dat diverse kanalen in de remklauwen helemaal dicht zitten met vuil. We zullen het hele systeem er ook moeten flushen en ik wil de klant ook adviseren om de achterremklauwen ook uit elkaar te halen. Deze remklauwen zullen wij zelf reviseren. Revisieklauwen kunnen natuurlijk makkelijk bij een automaterialenzaak of bij Mercedes-Benz gekocht worden. Maar wij doen het liefst zelf, zodat we zeker weten dat de juiste onderdelen erin gemonteerd zijn en dat er geen keuzes zijn gemaakt die binnen een paar jaar weer problemen kunnen geven. Wij kiezen er ook voor om deze remklauwen te verzinken en niet te spuiten. Want als u ze verzinkt, dan komt er op deze rand ook een zinklaagje te zitten, waardoor je daar minder snel corrosie krijgt, want corrosie, roest, dat kan de zuigers weer beschadigen. Remvloeistof adviseren wij 2 jaarlijks te verversen. Voor meer tips en informatie, kijk op www.stolkbalkbrug.nl.